De parlementen van Frankrijk en Suriname verstevigen de bestaande relaties. Een afvaardiging van de vriendschapsgroep Frankrijk en Suriname met als delegatieleider Julien Laferrière was vandaag op bezoek bij de Nationale Assemblée. Op een persconferentie gaf DNA-voorzitter Jenny Simons aan blij te zijn met het formele contact ter verbetering van de samenwerking tussen onze landen. Voorzitter Simons gaat in op de gezamenlijke verklaring die de landen ondertekend hebben. Zoals u weet heeft Suriname een intensief contact, de bevolking van Suriname heeft een intensief contact met Frans-Guyana. Er is veel verkeer over de rivier. Er zijn diverse activiteiten die door niet alleen onze mensen, maar ook mensen uit Frans-Guyana in Suriname worden uitgevoerd, zoals verschillende vormen van toerisme, die arbeid, handel. Dat heeft ertoe geleid dat Suriname en Frankrijk al die jaren natuurlijk als buurlanden goede contacten met elkaar hebben onderhouden. Suriname en Frankrijk zijn vanwege de gemeenschappelijke grens tussen Suriname en Frans-Guyana buurlanden, waarbij er intensief contact bestaat tussen de inwoners van dit deel van Frankrijk en Suriname. Suriname en Frankrijk hebben dus gemeenschappelijke belangen en ook uitdagingen die de aandacht vragen van beide landen. De vriendschappelijke en economische betrekkingen tussen onze landen bestaan al decennia en in dat verband zijn er verschillende bilaterale verdragen in werking en in voorbereiding. Het hernieuwd contact tussen de parlementen van Suriname en Frankrijk wordt daarom als bijzonder belangrijk en nuttig ervaren. Een deel uit de gezamenlijke verklaring die door de parlementen van Suriname en Frankrijk is ondertekend. Simons gaf verder aan dat beide landen met gelijksoortige issues te maken hebben, zoals vluchtelingen en gastarbeiders. De Franse delegatieleider Julien Laferrière zei dat er veel uitdagingen zijn die aangepakt moeten worden. Vooral omdat we een gezamenlijke grens van meer dan 520 kilometer hebben. La coopération qui existe entre la France et le Suriname, en particulier dans les domaines de la santé publique et donc l'action de l'Agence française de développement que nous avons pu voir sur le terrain à Albina. Notamment avec la construction de l'hôpital d'Albina. Er bestaat reeds een hele goede en intensieve samenwerking tussen Frankrijk en Suriname, met name het AFD, het Franse Agentschap voor Ontwikkeling, die namelijk aan de basis heeft gestaan van de bouw van het ziekenhuis, het nieuwe ziekenhuis van Albina. Mais aussi bien sûr les opportunités de coopération sur des sujets divers, mais aussi de commerce entre nos deux pays, mais aussi d'investissement pour la France au Suriname, je crois, nécessite que nos relations parlementaires soient relancées. Maar ook op het gebied van handelsbevordering en investeringen is het noodzakelijk dat beide parlementen een heel goed contact hebben. Laferrière gaf verder aan dat er veel gebeurt op de Marowijnrivier, hetgeen gezamenlijk aangepakt moet worden. De Franse regering is bereid zijn expertise en ervaring ter beschikking te stellen op het gebied van toerisme en onderwijs.